Het project Struikelstenen Os krijgt vanaf juli het al langer geplande vervolg. Op de spoorlaan en de Dr. Hermanslaan en omgeving liggen sinds de zomer van 2011 56 van dit soort stenen. Die herinneren aan oude Joodse bewoners die in de Tweede Wereldoorlog werden afgevoerd en vermoord door de nazi's. Vanaf juli moeten deze stenen op veel meer plekken in Os komen. In totaal nog 200. De bestelling bij de Duitse kunstenaar Günter Demnig is al geplaatst. En daar is een bedrag voor nodig van 25.000 euro. Maar dat geld is er nog niet helemaal. We zitten nu nog rond, denk ik, de 8.000 euro tekort. Maar er zijn toch nog wel wat instellingen, bedrijven die mij bepaalde toezeggingen gedaan hebben. En waar ik toch wel van verwacht dat daar iets positiefs uitkomt. Is er nog flink lobbyen deze dagen? Echt zwaar lobbyen. Ja, ik heb hier niet veel haren meer, maar het valt nog aardig uit door het feit wat ik allemaal op elkaar moet sprokkelen. De gemeente heeft al steun toegezegd door ruimte te bieden aan een tentoonstelling. En ook veel bewoners werken mee. Leerling Stratenmaker staan al klaar om het werk in juli uit te gaan voeren. De initiatiefnemers zijn blij met de ondersteuning. We vinden het belangrijk dat de brede steun is, omdat de zaak is die eigenlijk in beginsel iedereen ter harte gaat. Het gaat om voormalige Joodse inwoners die geweldig geleden hebben. We hadden een hele grote Joodse gemeenschap in Os, waar we enorm veel vermoord zijn. En de herdenking ervan is belangrijk. Belangrijk voor die mensen zelf, voor de nabestaanden vooral. En ook belangrijk voor de toekomst van een waarschuwing. Dit mag nooit meer gebeuren. Er moet binnen een paar maanden dus nog wel zo'n 8.000 euro gevonden worden om de financiën rond te krijgen. Waar moet dat dan verder vandaan komen? Bedelen. En goed gefundeerd naar voren komen met de juiste brieven. En proberen op een gegeven moment de bedrijven zover te krijgen dat ze ook storten. Ook zeer zeker met de background waarom en waarvoor. Lukt het ons wel om de nodige financiën bij elkaar te sprokkelen. Mensen die zelf ook een bijdrage willen leveren aan het Struikelstenen project kunnen geld overmaken op het rekeningnummer van de werkgroep.